Au. Yo, je bent de grote keer en vandaag zijn we terug met een nieuwe video van Minecraft natuurlijk. We zijn hier met Sjoerd, dames en heren, is niet te geloven. Ja, hallo Sjoerd, kom maar. Kom even mee. He, leuk, gezellig. We moeten een Splash Potion of Weakness maken en ik heb heel even snel toch even gespiekt hoe ik nou die moest maken. Nu heb ik alleen één probleem, wacht heel even. Au, laat maar, ik heb geen probleem. We hebben suiker nodig in ieder geval. Loop even hierheen, lok hem even mee. Ja, kom maar. En dan ren ik even zo. En dan hoop ik dat hier... Nou, ik zie in ieder geval een spider-eye, zag ik. Ja, wat ben je nou aan het doen, Sjoerd? Laat me nou even met rust. Au. Ik heb in ieder geval deze nodig. En dan heb ik nog een... Oh man, serieus. Een paddenstoeltje nodig. En een paddenstoeltje, die is boven. En daar... Of buiten. En je raadt het al. En daar is het licht. Dus Sjoerd, jij verbrandt hier. Jij kan hier beter niet heen. Sjoerd, ik heb het beste met je voor. Ja, nou heb ik een groot probleem. Ik wil Sjoerd natuurlijk niet kwijt. En Sjoerd wil mij ook niet kwijt, dat heb je wel door. Hij loopt de hele tijd achter mij aan, maar ik moet nu naar buiten. Nee, dat kan echt niet, Sjoerd. Dit kunnen we niet doen. We moeten jou weer even opsluiten. Sorry, Sjoerd. We moeten gewoon hopen dat je niet despant. Dus kom maar, Sjoerd. Kom maar. Ja, kom maar hierheen, Sjoerd. Sjoerd, doe nou niet zo lullig. Kom gewoon naar binnen. Ja, goed zo, Sjoerd. Oké, Sjoerd, die doet ze... Auw, Sjoerd, auw! Doe nou even normaal, Sjoerd. Oké, Sjoerd, als jij heel even hier blijft, ik loop naar boven, pak een paddenstoel en ben weer beneden, oké? Ik kijk naar jou, ik raak je niet uit het oog. Kom op, game. Verpest het niet voor mij. Oké, kom op. Waar is die paddenstoel? Kom op. Ah, daar. Ja, Sjoerd, ik ben er weer. Sjoerd, please, laat Sjoerd er nog zijn. Sjoerd. Yes! Oh, Sjoerd. Ik ben zo blij je te zien. Ja, dit klinkt heel raar, maar ik ben echt heel erg blij. Oké, Sjoerd. We gaan potions maken. Let's go. Ben je klaar voor, Sjoerd? Oh, gatsie, Darry. Dat had je niet meteen hoeven. Je hoeft niet meteen te slaan. Shit, we hebben de paardenstal niet dicht gedaan. Ook dat nog. Dubbel problemen, Hiro. Kom naar binnen. Kom, Sjoerd. Kom maar rustig mee. Ja hoor, lekker Sjoerd. Oh, hier moeten we niet heen trouwens, Sjoerd. Sorry. Ik zet je even op het verkeerde spoor. Sjoerd, kom maar mee. Ja, oké. Fantastisch. Oh man. Welke is nou nog vol? Oké, deze. Oké, Sjoerd, rustig aan. Sjoerd. Oké, nee, blijf daar maar. Goed zo, Sjoerd. Sjoerd blijft daar. Heel goed, Sjoerd. En dan moeten we nog even een splash potion van maken. En dan had ik deze nog weer nodig. Oké, het is bijna klaar. Sjoerd, rustig aan. Niks aan de hand. Komt helemaal goed. We maken even een splash potion. En dan hebben we de grootste plezier natuurlijk van ons leven. Oké, kom maar. Maak er maar een splash potion van. Oké, dat duurt niet zo lang. 1 minuut 30, maar dat is genoeg tijd. We moeten even een golden apple hebben. Kijken of die hebben daar liggen. Als het goed is heb ik 2 golden apples. Maar ik weet nou niet of het helemaal top is. Het is bijna klaar. Ja, Sjoerd, kom op. Ja, nog even. Ja hoor. Oké, we hebben de Splash Potion of Weakness. Niet weggooien. Erg stom als we dat doen. Even kijken. Ja. Sjoerd, kom maar weer mee. Oh, Sjoerd is weggelopen al zelf. Sjoerd had geen zin meer om te wachten op mij. Hij denkt, nou, het duurt mij te lang allemaal, die hozen. Oké, Sjoerd, niks aan de hand. Pak even een golden apple. Als je even meeloopt, dan komt dat allemaal vanzelf. Oké. Golden apple. Golden apple, golden apple. Ik neem deze. Het zijn allebei dezelfde, maar ik denk dat de golden apple gewoon normaal beter is. Hey, Sjoerd. Sjoerd, nu we het hier toch staan. Kom even mee hierheen, hè, zou ik zeggen. Kom gezellig binnen. Ja, oké. Ja, doe geen gek. Au. Oh, nou, Sjoerd, lopen we weer naar buiten. Het is lastiger om met Sjoerd om te gaan dan je denkt. Ik kan hem eigenlijk beter meteen naar dat huis lokken daar. Dus Sjoerd, ik weet nou niet of het donker is. Nee. Dus we moeten nog heel eventjes hier binnen wachten, Sjoerd. Kom maar. Je moet heel even hier binnen blijven. Kom maar, Sjoerd. Kom maar. Ja, goed zo, Sjoerd. Au, Sjoerd. Ik dacht dat we vrienden waren, Sjoerd, hè? Nou, rustig aan, Sjoerd. Blijf nou lekker daar binnen zitten. Er is niks aan de hand. Je hoeft je echt niet zo'n druk te maken. We wachten even tot donker is. Lopen naar buiten. Ploppen jou in een hockey of daar zo. En dan zit je daar hartstikke leuk in de rest van je leven. Kunnen wij weer een beetje met TNT spelen en dat soort dingen. Hartstikke leuk toch voor ons, ja. Oké, dus deze dingen hou ik even vast een beetje bij de hand. Zo.
We lopen dus nu naar dat hokje waar wij altijd die villages al willen hebben. Als we dat daar hebben, dan is het gewoon één groot feest voor ons. Ja. Ja, Sjoerd. Ja, nee, het is niet leuk, hè? Nee, Sjoerd. Snap ik. Nee, ja, ik snap. Ja, ik snap helemaal dat je weg wil, maar ja, het is even niet anders. Oké, even kijken of buiten al een beetje donker aan het worden is. Meestal wil je dat het licht is in Minecraft. Vandaag willen we dat het donker is. Dang. Dat duurt nog een poosje. Sjoerd, je moet even geduld hebben. Ondertussen kunnen wij even verder met een plan. Die gaan we daarin droppen. Fantastisch. Die AI kunnen we beter bewaren en dan daar neerleggen. Die hebben we daarvoor nodig. We hebben nog TNT nodig natuurlijk om die berg daar op te blazen. Kunnen we het mooi vlak maken. Mooi grasveldje opzetten. Of graan in dit geval. En dan zijn we hartstikke blij. Ik zal pas een beetje de seeds pakken. Want we hebben altijd nog wel een beetje seeds over. Weet je wel. Hier en daar liggen altijd nog wel wat seeds weg te gooien. Ja, gewoon dat je denkt van ik weet niet wat ik ermee moet. Ik leg het wel even hier neer. Kijk, dat bedoel ik. Zo. Zo ook even een bloemen. Ja, kijk, die kunnen we daar alle bloemen in opslaan. Dat is misschien wel leuk, want we hebben nu hout, dat soort dingen, maar bloemen hebben we nog niet. Dus, ik weet niet, zullen we cactus als een bloem tellen? Nee, cactus laten we hier gewoon lekker in liggen. In deze kist. Sjoerd, blijf lekker zitten natuurlijk, hè. Denk nergens over na. Doe net alsof je thuis bent. Het is hartstikke leuk daar, blijf gewoon lekker zitten. Oké, dit zijn wel dit soort dingen. Gunpowder kunnen we hierin doen. We hebben één kans om dit te gaan. De kans van slagen, jongens. Dus we moeten dit wel even goed doen. Ondertussen ruim ik even mijn rommel een beetje op. Dan hebben we alles netjes zometeen voor als we gaan. Zo. En dan hier dit zand nog eventjes. En natuurlijk een paar steentjes droppen. Altijd handig. Zo. En dan zijn we helemaal klaar voor Sjoerd. Gewoon op de full focus op Sjoerd. Even kijken hoe het met Sjoerd is. Sjoerd, ben je nog een beetje ongeduldig? Sjoerd, rustig aan. En je weet dat er niks aan de hand is te kijken wat mensen naar je. Jij wordt de most famous villager van de wereld. Nou, dat is niet waar. Maar er kijken toch 8 à 10.000 mensen naar je. Dat is toch wel leuk, hè? Nee? Oh. Nou, dat is dan weer jammer. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat je het wat leuker vond en dat je wat meer positief was. Ja, inderdaad. Nee, ik denk je gaat gezellig mee. Je hebt er zin in. We gaan boeken aan elkaar geven. We worden hartstikke slim. Het begin van ons, ons leven met z'n tweeën. Ja. Weet je hoe lang ik al leef in deze wereld? Ja, ik had twee vrienden. Maar ja, die zijn doodgegaan al echt 50 afleveringen terug. Dus jij wordt mijn eerste gezelschap in tijden. Ja. We hebben natuurlijk vaker twee villetjes gehad. Die zijn helaas doodgegaan. Omdat er toch een zombie in het huisje kwam. Dus, was een beetje een verdrietig moment. Maar dit keer hebben we dus weer iets om op te verheugen, want we krijgen een nieuw villetje. Ik heb daar zin in, ik heb daar zin in. Oké, waar is de zon? Die moeten we nu hier zien. Duurt nog een beetje lang. Ik denk dat ik dat beter even uit kan knippen. Anders wacht ik jullie ook maar voor niks. Dus zodra het nacht is, ben ik bij jullie terug. Sjoerd, Sjoerdie, het is tijd om te gaan, jongen. Ja. Oké, Sjoerd, kom maar. Ja. Oké, nou hebben we alles dus klaar. We gaan naar het huisje. Het is eigenlijk donker zoals je ziet. Dus we kunnen nu rustig doorlopen, hoop ik. Geen zonnetje aan de hemel te zien. Kom maar, Sjoerd. Ja hoor, kom maar even mee, jongen. Hè? Ja, Sjoerd, kom maar. Oké, nou dan gaan we dus dit huisje in hier zo. Sjoerd, kom maar. Dan kunnen we ook gewoon de deur weer dicht doen. Moeten we alleen even daar zien op te sluiten. Dat is een beetje kak, want... Ik heb niks op touch. Waar ben je nou? Hey, Sjoerd. Denk erom. Hallo. Au, au, ja. Moeten we even meekomen, Sjoerd? Kom op. Ja, kom maar naar binnen. Sjoerd, de deur staat wijd open. Waarom kan hij niet door een deur heen? Serieus? Sjoerd? Beetje teleurgesteld in je zo. Kom. Ja, oké. Okay. Nou, best ook goed. Ik moet je eigenlijk even ergens in zo'n klein hokje zien te pulken. Ah, dit gaat nog lastig worden, jongens. Dit gaat nog lastig worden. Het wordt heen en weer rennen, dit. Die even daar. En die even daar. Ja, au, 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 shoot. Rustig. Ik kan hem denk ik het beste gewoon eventjes nu voor nu opsluiten hier. Ik heb alleen niet genoeg blokken. Kak. De voorbereiding, jongens. De voorbereiding. Ik kan hem ook gewoon nu... Au, au, shoot, kom maar even mee.
Oké, dan ben je een villager die hier zo meteen komt. Even kijken, kan ik dit gewoon dichtgooien? Man, hij maakt het me lastig. Kom op, je blijft leven, hè? Kom op. Oké, afwachten. Het is nu even een kwestie van afwachten, jongens. Hopen dat er niks gaat gebeuren. Oké, nog even een extra aardappel. Het is nog lekker nacht. De maan zit nu mooi boven. Sjoerd, hou vol, hè. Je kan dit. Ik denk dat het altijd een minuutje of 1, 2, 3 kost. Dus we horen vanzelf wel als het zo meteen een villager is. Je hoort hem al andere geluiden maken dan eerst. Hoor je dat? We kunnen wel even snel dit weghakken. En die deur plaatsen. Hebben we de deur verkeerd omgeplaatst. Serieus, jongens. Hè? Is dat nou, moet dit nou weer? Dit is... Ik hoop dat hij er niet doorheen kan. Nee, oké. Hij blijft daar staan. We kunnen wel zijn armpje zien zo. Dus dat is mooi. Ik moet eigenlijk die deur even anders plaatsen. Want dit is nou weer net jammer. Oh man, waarom verpruts ik het altijd? Ik zie hier rechtsboven wel dat wij nog een weakness hebben. Normaal gesproken zag je dat hier altijd, maar nu zie ik dat niet meer. Waar kun je dat zien? Weet iemand dat? Kan iemand me dat uitleggen? Ja, als ik dit gewoon zo doe. Oké, weakness is uitgewerkt. Hij is natuurlijk nog wel een beetje bang van de appel die hij heeft gekregen. Please, laat het werken, jongens. Dan kunnen we die villager mooi in een hokje stoppen. Kunnen we daarmee traden? Dat is een beetje de bedoeling natuurlijk. Oké. Dus dames en heren, hoe gaat het ermee? Het is nu een paar minuutjes verder, dus... Oké, Sjoerd is daar hard bezig. Oké, blijf ik even bij Sjoerd in het hok. Sjoerd, rustig aan, oké? Je bent zometeen gewoon een lekkere villager en niemand die kwaad op je is. Sjoerd, kom op. Hou het kalm, oké? Niet de deur geslopen nu. Ja, ik wil wel een beetje in de buurt blijven. Ik wil natuurlijk niet dat Sjoerd kapot gaat. We kunnen alleen met TNT gaan bouwen. Is ook nou niet echt een succes. Hè? Met TNT alles gaan plaatsen. Straks gebeurt er net wat. Ontploft de boel. Je hebt ook wel eens dat je bijvoorbeeld een redstone eronder hebt zitten. Oh, kourilling. Bobbel. Ik weet niet. Het begint ook kouder te worden natuurlijk. Sjoerd, hou vol hè. Je ziet hem trillen. Je ziet hem trillen. Hij heeft het niet fijn op dit moment. Hij wordt weer een villager. Dat is wat hij altijd al wil. Ik wou dat je het met alle zombies kon doen. Dat je gewoon echt een zombie krijgt die dom wordt. Gewoon. En dan voor jou spullen kan dragen of zo, weet je wel. Dat zou leuk zijn. Ja, het is nog een beetje donker. Man, ik heb blokken nodig. Weet je wat? Ik leen even deze blokken gewoon. Leg ik straks weer terug. En dan kan ik mezelf daar even omhoog pilaren. En dan sta ik gewoon bij hem in het hok. Ah, kak. Ik had even gehoopt dat het ging lukken. Au! Hoe kun jij zo hoog springen? Het zit me ook niet echt mee vandaag, hè? Ah! Oké, kom maar, Sjoerd. Ja, kom maar. Au! Oh, kak. Nee! Sjoerd, please. Kom op, Sjoerd. Doe even aardig tegen me. Kom op. Nee. Sjoerd is echt goed in blok, hoor. Hij moet in de... Oh, nee, hè. Oké, Sjoerd, kom op. Kom maar hierheen. Ja, lopen er omheen. Serieus? Wat is dit, joh? Het lijkt wel ijs waar ik op loop. Oh, nee. Kom maar, Sjoerd, hierheen. Ja, ik ben niet zo goed in parcours. Dat zie je wel. Wat? Nee, joh. Hoe kan dit nou? Normaal gesproken moet dit toch niet zo moeilijk zijn? Ja, Sjoerd, kom maar weer. Ja. Oké, gelukkig. He. Dan kunnen we Sjoerd gewoon een klein beetje in de gaten houden. En hopen dat hij zo meteen verandert. Het is best een spannend moment natuurlijk voor de hele Minecraft world hier zo bij mij. Daarna moeten we hem even in zijn hokje stoppen. Hebben we eigenlijk even glas nodig. Kunnen we gewoon gaan halen. Die deur kan een villager open doen. Dus die moeten we even af gaan blokken straks. Anders wordt dat gevaarlijk. Hij moet inderdaad daar gaan staan. Of zouden we met deze schep... Nee. Ik dacht dat hij Silk Touch op zat. Oh nee, Fortune. Zombie dokter. Oh yeah. Gast, ik ben echt knijter blij dat je... Hè? Sjoerd. Je bent normaal geworden. Ik ben echt blij voor je, Sjoerd. Kijk, ik ben zo terug. Blijf even vooral hier staan.
Zo. Oké, top. Nou, dan is dat eindelijk gelukt. Duurt eventjes, maar dan heb je natuurlijk ook wat. We hebben ons eerste villetje daar zitten. Dat is een mega succes natuurlijk. Nou, we hebben nog precies twee van die. Dus dan moet het wel mee gaan lukken, hoop ik. We gaan gewoon even kijken of het gaat lukken. Je weet natuurlijk nooit. Het zal weer fout gaan. We hebben vaak pech in ons leven. Dus het zal niet de eerste keer zijn. Oké, daar gaan we. Ik plaats wel dit blokje even terug, zodat hij niet kan weglopen. Hallo, Sjoerd. Sjoerd, als jij nou even hier zo in gaat staan. Sjoerd. Ja, kom maar, kom maar. Ja, oké, top. Kan hier nog natuurlijk doorheen. Wacht even. Ik moet eventjes nog wat meer glas gaan halen. Maar we hebben onze eerste Sjoerd hier zitten. Dus met papier kunnen we van hem dit krijgen. Verder falling. Oké, nou, dus dan moeten we daar even mee gaan treden. En dan kunnen we dat zo doortreden. Het is wel heel duur deze trouwens. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan. Maar we kunnen wel emeralds krijgen van 31 peper. Het is een acceptabel iets. Maar ik ben blij dat we onze eerste villager in ieder geval daar hebben. Holy moly, wat zijn we blij. Ja, laten we meteen eens even gaan proberen of we wat meer van dat kunnen krijgen. Even kijken. Ja, nou zit ik even te kijken wat ik nou nodig had. Ik ben nou echt zo dom als een achtereind van een varken. Glas, haha. Zo. Moet even zo, 16 erbij maken. Zo, dan kunnen we dat in ieder geval daar plaatsen. Fantastisch, jongens. En wat hebben we nog meer nodig? Niet echt iets. We kunnen wel wat papier maken. Alvast. Oké. Oké. Die doen we even terug. We moeten dat dus meer gaan farmen nu in de toekomst. Dat wordt nu belangrijker, papier. Maar goed, het gaat een beetje om het idee. We hebben nu al wat. Hallo. Even kijken. Zo. Als het goed is, kan hij hier niet uitkomen. Dat hoop ik in ieder geval. Maar ik kan wel even zeggen dat ik hier nog eentje zo ervoor doe. Dat hij sowieso niet, ik zie, hier er zo uit kan komen. Gewoon voor de zekerheid. We gaan even met hem treden. Ik geef jou papier. Jij geeft mij een paar diamonds. Of ja, emeralds. Zo, kijk. Nou kunnen we in ieder geval tot dit hier maken. Laten we daar chest gaan plaatsen, dat we daar in ieder geval mee kunnen treden. Aha! 10 boeken kunnen we nu ook wat voor krijgen. En we kunnen voor 3000. Man, wat een trading. Oh, wat fantastisch. Het is echt helemaal bagger. Ja, als we nog een villager hierbij kunnen plaatsen, kunnen we nog deuren plaatsen hier ergens. En dan kunnen hun gaan ketsen, zullen we maar zeggen. En dan krijgen we dus nog meer villagers, dus dat is fantastisch. Ik ben in ieder geval blij dat we in ieder geval een villager hebben. Dus, hey, het is in ieder geval één stap vooruit in de goede richting. Toppie-oppie! Oké, nou, dan kunnen wij hem weer peren hier. Wij gaan hem weer even appelen, jongens. We gaan dus even nog wat bommen plaatsen daar zo natuurlijk. Ah, yeah. Sjoerd, veel plezier daar, jongen. En nu kunnen we Sjoerd hier altijd zien zitten. Sjoerd! Hey, Sjoerd! Ah, leuk. Kunnen misschien ook van buiten aftreden. Ah, nou. Hebben we toch weer tot een goed einde gebracht, jongens. De koeien die blijven daar ook maar zitten op dat eiland. Zo, nog even een paar bommetjes plaatsen. Een bommetje kunnen nooit kwaad. We vinden bommen altijd hartstikke leuk. En we kunnen wat koeien daarheen gaan plaatsen al in de toekomst. Dan hebben we daar ook al wat meer dieren lopen. Die koeien die daar zitten misschien. Zou leuk zijn. Laten we gewoon eens even hier omhoog gaan. En daarbovenop wat dynamiet gaan plaatsen. Want dit is gewoon bagger. Even kijken, zo. Zo, zo. Kijk eens aan, fantastisch jongens. Ja, wat moeten we hier doen, hè? Weet je wat, we plaatsen gewoon hier en daar wat bommetjes. Yeah! Boom! Oké. En dan zal dat stuk wel een beetje wegvagen langzaam. Kijk, fantastisch. Top. Nou, weet je, dat is goed zo. Laten we hier ook nog eventjes eentje plaatsen, zo. En hier. Oh, au. Oh, dit doet wel zeer. Zo. Weet je wat, ik doe deze even iets verder. Zo. 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 En dan steken we deze aan.
Gaan wij even op deze boom hier staan. Hebben we er denk ik geen last van. Hoop dat die blijft staan. Ja, oké. Hé, jammer. Maar we kunnen nog via deze bomen omhoog komen weer. Dus nothing on the hand. Voor nu. Huh. Nou, ik ben bijna boven hoor. Serieus, waarom gaat dat ding niet af? Oh, kak. Oh, nee. Ah. Oeh, nice. I like it. Oké, kunnen we hier nog eentje op plaatsen? Zo. Ja hoor. Au. Oh, fantastisch. Kijk, er zijn nog wel wat zwevende blokken. Dat is een beetje een probleem. Maar even kijken of we die in de fik kunnen steken of zo. Want we hebben hier weer net niks aan, hè. Zo. Kijk, nu is mijn parkour skill wel verbeterd. Zo. Oh. Oké, fantastisch. Oké. En dan kunnen we hier nog sowieso een TNT plaatsen. Dan kunnen we hier nog eentje plaatsen. En hier nog eentje plaatsen. Zo, gaan we hier rustig iets naar beneden. Ah, man. Come on. Ja. Yeah. Oké. Nou, nu wordt het aardig... Mooi al, hè. Hier kan nog een bommetje plaatsen. We kunnen hier nog sowieso even eentje op plaatsen. Zo. We kunnen er hier nog eentje zo plaatsen. Zo. Kijk hoe mooi dit wordt, man. Zo. Hatserflats. Very nice. Hier kunnen we nog sowieso even eentje op plaatsen. Zo. Zo. Oh, hier kunnen er nog wat meer bij hoor, want even kijken. Yeah, oh, het voelt goed om de boel op te blazen hoor, dat sowieso. Weet je wat, ik doe er hier even drie zo. Dit gaat helemaal fout. Ik weet niet waar ze heen vliegen namelijk. Oh, oké, dat ging best. Nou, hebben we dit in ieder geval het meeste wel plat. We kunnen natuurlijk dit soort dingen allemaal nog met de hand een beetje weghakken. Dat is allemaal niet zo'n groot probleem. We hebben natuurlijk nog zwevende bomen. Dat vind ik niet echt fantastisch. Daar moeten we even omhoog, pilaren. En dan plaatsen we daar even een blokje of een vuurtje. En dan brandt het stukje ook wel af, denk ik zo. Een paar daar, weet je. Dat is geen groot probleem. Het is aardig gelukt hier zo. Dus de dynamiet heeft ons leven toch iets geholpen. Als je dit helemaal met de hand moet weghakken, ben je natuurlijk best wel een poosje bezig. Dus dit is echt wel een succes. Ik heb het eigenlijk nog nooit echt zo gedaan. Meestal heb ik niet zoveel dynamiet en zo. Maar dit keer heb je het voor het liggen. Ja, als je het hebt liggen, kun je het ook beter gewoon mooi weghalen. Zo, fantastisch. Even kijken. Ja hoor. Laten we de laatste loodjes hier ook nog even weghakken. Dus we hebben een villetje erbij. We hebben dit hele eiland hier weggehaald. We hebben best wel een succes geboekt, nu moet ik zeggen. Oké, dan kunnen we deze nog even met de hand weghakken. Gaan we eens even van afstand kijken hoe dit een klein beetje er zo eruit ziet. Of het een beetje mooier is. Of dat je zegt van, oh, het is er niet beter op geworden, zo'n raar gat. Maar als we hier gewoon gras hebben liggen, denk ik sowieso dat het er wel een stuk beter uitziet. Zo. Zo, even een paar blokjes hier nog weghalen. En dan gaan we eens even van afstand kijken. Moeten we dat gat daar wel even dichten? We hebben denk ik nog wel wat dirt erbij nu. Dus dan kunnen we er even plaatsen. Even kijken. 64 dirt. Nou, moet voldoende zijn. Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Hoi. Kijk. Zo, dat ging echt net goed bij dat bed, hé. Die is precies niet opgeblazen. Nou, dat is toch mooi. Oké, okay, top. Alleen dit baggertje hier nog eventjes weghalen, want dit is niet echt bijzonder, zullen we maar zeggen. Laten we hier nog wel even één TNT'tje plaatsen, weet je wel. Om het nog even een klein beetje af te leren. Even een TNT'tje. Ja hoor. Zweven blokje weghalen. Zweven blokje weghalen. Zweven blokje weghalen. En die bomen moeten ook allemaal weg. Deze kan ik gewoon in de fik steken.
Oeh, let's make some fire. Oké, top. Dan kan ik dit nog eventjes zo weghakken en dan is dat ook allemaal goed. Holy moly, de bosbranden zijn real. Oké, laten we maar niet te veel naar kijken. Zometeen komen allemaal zombies weer, dus moeten we snel dit weghakken en een peren. Nou, dat was eigenlijk best wel een groot succes. Fantastisch. En nu kan dit kasteel ook op meerdere uitkomen, weet je wel? Omdat die ligt dan altijd op de achtergrond zo. En nu is het gewoon mooi. Ziet het er gewoon goed uit. Dat hebben we gewoon mooi gedaan. Oké, laten we maar eens even nu gaan kijken van afstand. Hoe het eruit gaat zien, want het wordt natuurlijk heel erg donker nu. Dat betekent dat er allemaal zombies elk moment zullen gaan spawnen. Hier en daar. Zo. Fantastisch. Zo. Even kijken. Het is alweer een lange aflevering. Sorry daarvoor. Het spijt me. De tijd vliegt als je een beetje bezig bent met bommen en zombies. Ja, dat is een stuk beter zo. Als we dat even een beetje weg hebben gehaald. Jullie zien het vast niet super goed. Ik zal er gewoon eens richting naartoe lopen. Kunnen we nog even bij Sjoerd kijken. Hey, Sjoerd, man. Hij zat mee te kijken. Hij denkt, wat is die toch allemaal aan het doen, die gozer, joh? Die is gek. Even kijken. Ja, dat is leuk. En als we dan alles daar mooi hebben. Oh, komt Sjoerd zijn neef aan. Oh. Zo. Oké. Mooi. Geen andere beesten nu. Kijk, dan ziet het er wel leuk uit zo. Enige nadeel is wel dat als we hier dat gaan plaatsen, dat het donker gaat worden. Enderman. Enderman. Ho, 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 ik ben altijd bang voor Endermans. Ah. Waar is die? Hij komt heus wel terug. Kom op, Enderman, waar ben je? Zou die dood zijn gegaan ergens en dat ik het niet weet waar? Nee, dat meent u niet. Geen Enderman te zien. Nou, we hebben wel last van de donkere dingen daar. Dus we moeten even kijken of we af en toe even een paaltje kunnen plaatsen met een lampje tussen. Maar dat moet op zich ook niet echt een groot probleem zijn. Ik denk dat dat wel lukt. Oh man. Oh man. Nou, kom maar. Zo, nou nog even een hapje eten en dan gaan we in ieder geval terug naar de veilige plek op aarde. Je ziet het, het is hier gewoon niet veilig. We kunnen beter even langs Sjoerd rennen, daar is het veilig. Sjoerd, hoe is het jongen? Ja, je ziet zoveel zombies daar overal. We moeten daar even overal nog lampjes plaatsen, toortjes. Nou mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe natuurlijk lekker hard een duimpje omhoog. Dit was het weer voor vandaag. We hebben een villager, ik ben heel erg blij. Wat we ermee gaan doen, dat zien we in de toekomst wel. Maar wat nu belangrijk is, is dat we dit hero... ja, af en toe een beetje gaan oplossen. Wat we zouden kunnen doen, is het gewoon echt automatisch maken. En dan vinden we er niet zoveel. Maar dan zouden we het water gewoon hierheen moeten laten stromen. Want nu moeten we de hele tijd zo doen. En dan gaat het in de kist. Op zich kan dat ook wel, maar... we kunnen er dus gewoon nog eentje tam maken. Dat is niet te geloven. Ik ga hier toch eens even mee kloten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Yo, 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 yo.